Dat jullie er zijn. Ik ga het een en ander of wifi track in Enschede uitleggen. Kijk wel knopjes, ja. Mijn volledige naam is Dave Borghuis, ook genaamd Op de Borg. Dus dat staat ook op, zo op de paspoort en dat soort dingen. Het is altijd leuk als je vliegticket wil kopen. Dan moet je al meteen achteraan bellen van pas niet en zo. Ik ben onder andere de oprichter van TuckLab, de hackerspace in Enschede. Ik ben voor de Piratenpartij kandidaat geweest. Met de Piratenpartij heb ik ook af en toe discussies over dit soort dingen. En zij helpen mij daar ook een beetje bij. Dat zijn wel de belangrijkste activiteiten doen. Maar ja, ik ben wel redelijk actief met allerlei dingetjes. Voor dit hele verhaal zijn een aantal partijen die hierin meedoen. Autoriteit persoonsgegevens zal bij jullie wel bekend zijn, daar ga ik even vanuit. De gemeente Enschede natuurlijk, City Traffic, dat is eigenlijk de uitvoerende partij van de techniek en van waar uiteindelijk de rapportjes vandaan komen. En ik, als eerste instantie als een bezorgde burger, zoals het dat zo mooi heet. De Piratenpartij in Enschede is niet een, die heeft geen raadzitten of dat soort dingen, dus we zijn geen officiële partij in Enschede zelf. En er zijn ook niet zo heel veel piraten in Enschede die op dit moment actief zijn. En een disclaimertje erbij, zoals dat hoort. Ik ben niet juridisch onderlegd. Misschien zeg ik dingen wat juridisch gezien niet helemaal klopt. Dat zien we dan alweer. Dit hele verhaal heeft een aardige historie. Staat ook allemaal op mijn blog. Dus als je het echt na wil lezen, kun je het hierin terugzien. Dat ga ik nou niet helemaal voorlezen. Op een gegeven moment heeft gemeente Enschede aangegeven van we gaan weer een wifi tracking doen. We doen dat om de bezoekersaantallen te krijgen. Ik vond dat eigenlijk geen goed idee, want ik weet niet of iedereen weet hoe wifi tracking werkt, technisch gezien. Zal ik dat nog een beetje uitleggen? De meeste zal het wel bekend zijn, maar het gaat er eigenlijk om dat je, als je met de telefoon aan in de stad loopt, en hoef je nog nergens op ingelogd te zijn, dan kan een access point, dus eigenlijk een normaal wifi point, kan op een iets andere manier geconfigureerd worden. Zodat ze iedereen kunnen zien die er voorbij komt en dan wordt dan het MAC-adres kunnen ze dan registreren, zeg maar. En MAC-adres is dus eigenlijk een hardware ID van jouw netwerkkaart in dit specifieke geval. En op die manier kunnen ze zien dat eigenlijk jouw telefoon daar is geweest. Dus dat is eigenlijk in kort wifi tracking. En dan doen ze straks allerlei leuke dingetjes mee. Dus, naar aanleiding daarvan heb ik een klacht ingediend bij gemeente Enschede. En die bestaat er eigenlijk uit een aantal onderdelen. Dus ik wil één voor één de onderdelen doornemen. Als er tussendoor vragen zijn, stel ze gerust. Als dat kan. Ja, hoe shit zegt hij. De eerste is dat er een brief geweest is van autoriteit persoonsgegevens. Dat is naar aanleiding van Blue Trace, MAC-adres vooral. En daar komt eigenlijk een aantal aanbevelingen uit naar de gemeente heen. Die hebben ze 16 juni 2016 opgestuurd naar alle gemeentes. En ik vind dat daar redelijk duidelijke aanduidingen in staan wat de gemeente wel of niet mag doen. De gemeente legt dat een beetje op hun eigen manier uit, of City Traffic legt dat een beetje op hun eigen manier uit. Dus daar ontstaat een beetje discussie over en weer. Eerste wat gezegd wordt is vanuit de brief, je moet je onbespied kunnen rondlopen. Dus op het moment dat je nu met een telefoon rondloopt in Enschede, kan gezegd worden dat je eigenlijk bespied wordt en dat je gevolgd wordt zonder dat je daar iets aan kunt doen. En ze doen dat ook 24 uur per dag. En ik heb zo wel een kaartje waar precies de wifi access points staan. Maar dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Je loopt ergens rond en per default wordt iedereen gevolgd. En dan als je niet gevolgd wil worden, dan moet jij als persoon weer acties ondernemen om te voorkomen dat het gebeurt. Dat is een beetje een omgekeerde wereld. Nou, MAC-adres had ik net al over. Autoriteit persoonsgegevens geeft ook aan dat het MAC-adres, gehashed MAC-adres,
niet per definitie veilig is. Dus City Traffic, de technische partij in deze, die geeft aan van ja, maar wij hashen een MAC-adres, dus het is veilig. Ja, daar ben ik niet helemaal mee eens. De MAC-adres wordt wel op zijn sensor gehashed, dus dat doen ze nou op zich wel weer goed. Dus betekent dat alles wat verstuurd wordt naar de database, dat is ja, je ziet alleen het gehashte MAC-adres en niet het oorspronkelijke MAC-adres. Maar een gehashed MAC-adres is nog steeds uniek. Dus eigenlijk wat je dan doet is dat je het ene ja, geheime nummertje, zeg maar, het MAC-adres, vervangt door een ander geheime nummertje. Dus alle analyses die je eventueel daarna kunt doen en eventueel koppelen met andere databases en dat soort ja, trucjes allemaal. Ja, of het dat een MAC-adres is of een gehashed MAC-adres, dat maakt eigenlijk niet uit. En wat Seeds Traffic heeft ook sinds kort aangegeven dat ze nou 2 maanden opslaan in plaats van 6. Dus dat is al een klein gewin. Ja, en wat ik al zei van het hashen van een MAC-adres is niet dat alle privégegevens dan ineens opgelost zijn. Dit is wel waarvan City Traffic heel erg zegt van ja, we hashen, dus er is geen probleem. De gemeente die gaat er ook vanuit dat City Traffic daar dan de waarheid in spreekt. Dus die gaat daar helemaal in mee wat dat betreft. Die zijn niet zo heel erg kritisch daar. Een ander punt wat ik eigenlijk ook heel belangrijk vind is dat je vooraf toestemming moet geven. Met wifi-netwerken zoals het nu geïmplementeerd wordt, is dat niet het geval. Dus ja, als jij rondloopt, kun je niet van tevoren een berichtje krijgen van wij willen u volgen, mag dat ja of nee? Dus eigenlijk zou volgens de wet zou een soort cookie-wet moeten zijn of cookie-toepassing. Dus dat je van tevoren gevraagd wordt van ja, geef wel of geen toestemming. En als je dan volgen, ja, dan heb je van tevoren in ieder geval kans gehad om daar ja of nee op te antwoorden. En zoals nu geraad, ja, je per default ben je het haasje, zeg maar, tenzij je zelf allerlei maatregelen neemt. Op zich ziet de traffic, ja, maar we hebben een opt-out optie op onze website. Dus dan moet je naar hun website heen en je MAC-adres registreren en dan word je niet meer gevolgd. Ja, dat is leuk, maar is niet wat ik bedoel met toestemming vooraf natuurlijk. En de gemeente Enschede zegt van ja, we informeren de mensen. Dus eerst hadden ze stickers, wat je helemaal in het begin van de presentatie zag. Dus dat zijn zulke grote stickers die dan op prullenbak zaten of wat bordjes. Nou ja, dat niemand ziet die dingen. Tegenwoordig hebben ze nou deze bordjes. Dus dat is dan wel, dus in ieder geval duidelijker dat er aan wifi-tracking wordt gedaan. En er staat ook bij van, ja, wil je meer informatie, ga naar deze website. Dan kom je op een website van de gemeente Enschede uit, die uiteindelijk weer naar die opt-out van de City Traffic heen gaat. Dus gemeente Enschede, ja, die probeert wel om het netjes te doen. Maar ja, wat ik al zei van gemeente Enschede en ik sta een beetje ver uit elkaar wat dat betreft. Dus ik weet niet of we er ooit bij elkaar komen wat dat betreft. AP geeft ook aan dat het een specifiek gebied moet zijn waar je dat doet. Dus als jij 24/7 op een heel groot gebied doet, ja, zoals ik de regels van AP uitleg, zou het niet mogen. Gemeente Enschede geeft aan van ja, we doen het netjes binnen de stad, dus dat is een afgebakend gebied. Over de 24/7 hebben ze het ineens niet meer, dus ja, oké. En City Traffic die doet nog wel wat om bewoners uit te filteren. En dat doen ze door te kijken van wie dus morgens langs een bepaald punt komt en s'avonds weer langs een bepaald punt. Dan gaan ze even uit, oké, dat is dan waarschijnlijk een bewoner, dus die moeten we uit de resultaten houden. Als je dan toevallig op andere tijdstippen, dan doen ze iedere dag. Dus als je toevallig 's middags weggaat en s'avonds terugkomt, word je alsnog geregistreerd. Dus dit is een beetje een kaartje van de binnenstad van Enschede. Het is wel bij benadering, dus ik weet alleen straatnamen van de access points. Dus ik weet helaas niet de exacte posities zelf, dus neem dit met een korreltje zout. En het kan ook zijn dat de radius, dus ik heb ben uitgegaan van radius van 25 meter. Volgens mij access point zelf technisch kan hij wel tot 100 meter minimaal. Dus dit is een beetje een optimistisch kaartje wat dat betreft. Als ik wal naar 100 meter trek, dan is de binnenstad wel aardig gedekt wat dat betreft.
Als een gemeente iets doet op dit gebied, dan moeten ze een grondslag hebben. Dus dat betekent dat ze eigenlijk goed moeten kunnen verklaren waarom ze dat doen. En de gemeente Enschede die zegt van, ja, we willen graag de bezoekersaantallen weten. Want als wij iets wijzigen of we hebben een actie of ja, whatever, wil ze graag weten of dat effect heeft op de binnenstad. En dit is voor de investeerders interessant en winkeliers. Maar ja, gemeente moet ook, heeft kerntaken en bijzaken om zo maar te zeggen. En ik vind dat het tellen van de bezoekersaantallen, ja, ik kan me voorstellen dat het interessant is, maar het is geen kerntaak van, een gemeente. En als je dat soort dingen doet, moet je ook altijd een goede afweging maken. Wat is het effect van wat ik doe? Wat heeft dat voor invloed? En ik vind de afweging van, ja, ik wil mensen tellen en daarvoor moet iedereen zijn privacy maar opgeven. Heel slechte afweging. Volgens mij, maar dat is even aanname van mijn kant, want ik weet natuurlijk niet alle gegevens wat de gemeente heeft. Maar volgens mij kun je bezoekersaantallen ook op andere manieren bepalen. Bijvoorbeeld door verkeersstromen te analyseren. Of een parkeergarage bezet is gaat, dat je daar iets mee doet. Of staat Enschede heeft ook een eigen wifi. Daar zijn ze nu wel aan het kijken of ze daar wat mee kunnen doen. Dus dat je gewoon kijkt van ja, hoeveel mensen zijn ingelogd. Voordeel daarvan is dat je dan wel meteen een vinkje hebt gezet van ja, ik ga akkoord dat er iets met mijn gegevens gebeurt. Dus dan heb je vooraf toestemming gegeven. Dus stel dat dat lukt, ja, dan ben ik eigenlijk al heel tevreden. Even kijken. En per 25 mei gaat de nieuwe Europese wetgeving in, de AVG. Dat is heel erg interessant voor dit verhaal, omdat dan de grondvest, zoals de gemeente die stelt, die vervalt dan eigenlijk als motivatie. Dus dan moet de gemeente Enschede gewoon voldoen aan alle regeltjes voor iedereen in geld. Dus dan kunnen ze niet meer zeggen van ja, maar wij hebben groot belang in een aantal mensen te tellen. Dus ja, als ik dan begin te klagen, zeg maar, dan moeten ze iets beter naar me luisteren. Volgens mij waren dat. Ja, dus de samenvatting. Je hebt de brief van de autoriteit persoonsgegevens aan de gemeentes waar een aantal aanwijzingen in staan. Naar aanleiding daarvan heb ik dus de klacht gediend met de punten die we net allemaal doorgenomen hebben. Officieel heb ik netjes een antwoord gekregen van de gemeente Enschede van ja, we doen alles netjes en volgens de regels, dus geen probleem. Daarna heb ik nog wel een gesprek gehad mondeling met de gemeente Enschede. En de gemeente Enschede ja, probeert wel mee te denken en mee te werken, maar ja, die hebben toch bepaalde belangen. En ik denk ook dat ze een beetje door City Traffic gezegd wordt van ja, we hebben geen alles is netjes geregeld, dus je hoeft het is allemaal geen probleem. Wat ik net al zei van gemeente Enschede kijk nog naar hun eigen wifi. En mijn to-do-lijstje is op dit moment vrij kort. Ik moet wachten tot de AVG is ingevoerd. En dan kan ik waarschijnlijk met de autoriteit persoonsgegevens een handhavingsverzoek indienen. En dan is er weer het balletje bij de gemeente wat ze daarmee doen. Dus zover mijn verhaal. Vragen? Opmerkingen? Tips? Hallo, hoi. Ja. Hoi. In hoeverre werkt de wifi tracking nog goed genoeg voor de gemeente gezien bijvoorbeeld Apple met de recente iOS updates wijzigingen heeft aangedaan dat ze randomized MAC-adressen gebruiken om probe requests te sturen? Ik weet niet wat de invloed is van dat soort maatregelen op de gegevens van City Traffic. En City Traffic heb ik daar niks over horen zeggen. Dus ja, ik denk dat City Traffic zelf dan misschien toch bepaalde aannames doet of dat hij wat ze sowieso doen is dat ze gaan ervan uit dat ze van de MAC-adressen 70% tellen, zeg maar. Mm-hmm. En dat vertalen ze dan naar uiteindelijke bezoekersaantal. Dus ja, daar zullen ze misschien met dit soort dingetjes ook rekening houden. Maar op welke manier en hoe, dat weet ik dan niet. Nou, maar ja, het is in ieder geval wel, als je volgens mij jezelf qua privacy wil beschermen, dan is het wel handig om zo'n methode op je
telefoon te gebruiken. Ja. Als je, ja. Ja, en ik had ook wel begrepen dat je dan voor de iPhone je locatiesysteem, je locatiegegevens, locatiebepaling moet uitzetten. Mm-hmm. Dat je anders alsnog een vast MAC-adres stuurt. Ja. Ja, ja, en ik denk in de praktijk dat heel veel mensen daar gewoon aan hebben staan. Dus ja, dan is nog de vraag van hoe effectief is dat? Maar dat, mm-hmm. dat zal wel een onderzoekje waard zijn om te kijken van ja, is dat zinvol en hoeveel privacy geeft dat nou echt? Ja. Ja. En ik weet niet of de Android dezelfde truc kent. Weet iemand dat toevallig? Weet ik niet, ja. Niet allemaal tegelijk. Ik ken in ieder geval wel genoeg mensen die op hun laptop met randomized MAC-adressen werken met een hoop Linux systemen. Ja, ja, die lopen niet zoveel rond in de stad, zeg maar. Oh-oh. Ja, bijna Astrid geraakt. Ja. Bonuspunt. Ik bedoel... Ik heb net heel even op de website gekeken van City Traffic en ik kom erachter dat ze in best wel veel steden in Nederland al actief zijn. Ja, maar is het nou niet iets aan ons om, als ze niet willen luisteren naar ons, om dan maar gewoon te bewijzen dat de techniek niet werkt door iets te gaan maken wat continu MAC-adressen loopt te spoeven? Ja, ik heb wel dat is legaal. Dat mag. Iedereen ja, maar het is legaal. Het mag. Ja. En we kunnen aan de website van City Traffic zien in welke steden ze actief zijn. Ja. En het is echt super kinderachtig, maar dan maken we, dan genereren we zoveel ruis dat eigenlijk de basiswaarden niet meer betrouwbaar zijn. En dan hebben ze ook geen reden meer om die techniek te gebruiken. Nee. Het is vervelend, maar misschien maken we daarmee wel ons punt duidelijk. Ja, nou, ik zou het sowieso goed vinden om als een actie een stukje bewustwording van de mensen zelf om dat soort acties op te starten. Maar ik weet, in Enschede in de maand is volgens mij daar iets van 216.000 bezoekers. Dus ja, dan moet je wel heel veel spoeven voordat dat überhaupt enig effect is. Ik kan best wel wat per seconde doen hoor. Dus, ja, oké, okay, maar. Ik hoor volgens mij dat er genoeg intelligentie op dit evenement is om iets te ontwikkelen voor je. Dus. Misschien moeten we dan een soort hackathon of anders organiseren om dat leuk te maken. Een bedrijf en een tas vol met e-space. Ja. Dan word je lang. Ja. Ja. Ja, dat is voor evenementen. Nee, maar daar heb ik wel aan gedacht. Maar jij, ja. Dus ik weet niet, ik weet niet hoeveel impact het heeft. En B, het is sowieso wel leuk om te doen natuurlijk. Dus, Overigens wordt de techniek ook wel gebruikt voor bijvoorbeeld de politie om bij grote evenementen inzicht te krijgen hoeveel mensen er op een locatie aanwezig zijn. Dus de techniek is niet per se slecht. Nee. Alleen het is nutteloos om al die data te verzamelen terwijl we er eigenlijk niks mee doen. Nee, maar wat ik ook aangaf in die brief van de AP staat ook volgens mij wel redelijk duidelijk van ja, als je het voor een bepaald gebied voor korte duur doet, ja prima. En dan zou ik er wat minder bezwaarlijk verder hebben. Maar dat je gewoon continu de gele binnenstad doet. Dat vind ik het andere extreem wat dat betreft. Dus dat vind ik niet matchen wat dat betreft. En misschien aanmelden bij de cyberonderzoeksraad. Dat is goeie, ja. Dat is, ja. Oh. Ja, nerds en dingen gooien, hè? Ja, volgens mij zei Roy het nu zo net ook al, maar is er een bepaalde reden dat ze dus inderdaad dan zeg maar het in een buitengebied doen, of zeg maar in het outdoor doen, en niet dat ze zeggen van, hey, we zetten zo'n sensor in een winkel of zoiets, of voor de belanghebbenden dat die daar aan meedoen. En dan zou je meer zelf, als je zeg maar zo'n winkel of andere plek naar binnen gaat, dat je weet dat ze daar tracking gaan doen, dan kun je daar wat, kun je zelf kiezen of je daar, Ja, maar dat is mijn grootste bezwaar. Want als het in een winkel is, ja, die winkel zou je dan niet in kunnen gaan, zeg maar. Ja. Maar ja, dan de stad maar niet binnen gaan, dat vind ik een beetje andere, ja, andere maatstaaf, zeg maar. Ja. Ja. Right. Oh. Ik wilde even nog wat weten over die opt-out procedure. Ja. Je moet daar dus je MAC-adres opgeven om jezelf uit te kunnen schrijven. Ja, klopt. Dus enerzijds ga je dan ook dan de koppeling mogelijk maken met jouw persoonsgegevens. Ja. Dan worden het dus echte persoonsgegevens op een MAC-adres. Mm-hmm. En ze vragen dan van mensen om een MAC-adres in te vullen. Ja, dat maar is dat dan niet onmogelijke drempel om te nemen voor mensen? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, waarschijnlijk gokken ze daar ook een beetje op. En ik heb wel zoiets gevraagd van hoeveel mensen doen dat dan in de stad? Ja, iets van 50. Op dus dat... ja,
ja, op dat 200... formulier om te opt-outen? Zitten daar dingen als captcha's op? En anders moeten we gewoon de hele MAC-adresreeks opt-outen voor ze. We opt-outen heel Enschede for you. Ja, ja, ja. Ja, volgens mij valt er wel mee. Dus ja. Ja, als iemand zich wil uitleven... Dat kan in een avondje gebeurd zijn. Ja. Ja, oké. Okay. Als hun servers het redden. Misschien moeten we dat dan ook meenemen als we dan toch met die wifi-trackers, SSID's, MAC-adres generators bezig zijn. Dat we dan ook een sessie webbrowser toestand doen. Meteen ook weer opt-outen. Ja. Je hebt een miljoen bezoekers gehad zaterdag nacht om 2 uur. Zijn we alleen alle miljoen geopt-out? Ja. Mooi. Nice. MAC-adres Bluetooth. Nu alleen nog geen rate limit. Meer vragen? Nog meer vragen? Nee? Helemaal, allemaal. Oké, bedankt allemaal.